een rechtvaardige leider. Krachtig, maar ook heel nederig. En een ultieme vorm van verantwoordelijkheidsgevoel. En een blik die gericht is op het hiernamaals en niets geeft om werelds gewin. Deze eigenschappen komen allemaal samen in de man waar we het vandaag over gaan hebben. En de man waar de profeet alayhi salatu wassalam nota bene over heeft gezegd dat als er een profeet na hem zou komen, dan zou het deze man zijn. Assalamu alaikum. Welkom bij Nujum. Het programma waarbij we iedere week stilstaan bij het leven van een van die grootste persoonlijkheden die onze umma heeft voortgebracht. En we gaan het over niemand minder hebben dan Umar ibn al-Khattab al-Farouq radiyallahu anhu. Als we het over Umar radiyallahu anhu hebben, dan dienen we te denken aan kracht. Een man die groot gebouwd was en die zeer sterk was. En zelfs in de Jahiliya, dus voordat hij moslim werd, werd hij gebruikt als afgezant van Quraysh. Dus als ze iemand moesten sturen die zou laten zien hoe sterk ze waren als stam, dan werd Umar radiyallahu anhu erop uitgestuurd. Tot zo'n punt dat de profeet sallallahu alayhi wasallam voor het bekeren van Umar dua deed. Hij vroeg Allah namelijk om Umar te laten bekeren, zodat de moslims en de islam krachtiger zou worden. Inderdaad, je hoort het goed, dat de moslims kracht bijgezet zouden worden door zijn bekering. En zo gebeurde het ook. Op het moment dat hij bekeerde, zoals Ibn Mas'ud zegt, vanaf dat moment waren we krachtiger. En we waren nooit in staat om bij de Kaaba te bidden, totdat Umar radiyallahu anhu bekeerde. En zo gebeurde het ook, dat toen hij bekeerde. En voor de duidelijkheid, wanneer iemand bekeerde van de moslims, dan deed hij dat geheimzinnig en vertelde niemand erover, behalve Umar. Toen hij bekeerde, ging hij bij de leiders van Quraysh langs, klopte bij hun op de deur aan, zoals hij deed bij Abu Jahl, om te vertellen, jij dient te weten dat ik ben bekeerd. En ook toen hij de hijra verrichtte. Iedere persoon, wanneer hij de hijra verrichtte, dan werd dat in de nacht gedaan en dan werd dat stiekem gedaan. Behalve Umar. Die ging langs de mensen en vertelde, ik ga met de hijra. Als er iemand is die iets durft te doen, dan moet die maar achter mij aankomen. En zijn kracht ging zelfs zo ver dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat Umar geen pad neemt of de shaitaan vermijdt dat pad. Hij was dus zo sterk dat zelfs de shaitaan bang voor hem was en hem vermijdt. Toen Abu Bakr radiyallahu anhu op zijn sterfbed lag, liet hij in zijn testament opnemen dat Umar zijn opvolger zou worden. En daarna begon een periode van langer dan 10 jaar van leiderschap van Umar. Waarin werd getoond wat voor grootse en rechtvaardige leider hij was. De moslims wisten hun rijk veel verder dan het Arabische Schiereiland uit te breiden. Zo werd Egypte en werd Perzië en werd Sham allemaal onderdeel van het Islamitische Rijk. En zo gebeurde het ook dat heel veel rijkdommen in de Medina aankwamen. En de moslims werden heel rijk. Maar zorgde dit ervoor dat Umar radiyallahu anhu opeens in allemaal luxe en wilde ging leven? Zoals we zouden voorstellen van een leider, een koning, die zou opeens heel veel luxe naar zichzelf toetrekken. Nee, Umar was hierin een groot voorbeeld. Het wereldse wilde hem, namelijk het diende zich op een presenteerblaadje aan hem voor. Hier ben ik. Maar hij weigerde. En zo wordt er overgeleverd dat hij slechts 2 kledingstukken had. 1 voor in de winter, voor de kou. En 1 voor in de zomer, wanneer het warm was. En als 1 van deze kledingstukken scheurde, dan zou hij eigenhandig zijn kledingstukken aan elkaar naaien en vervolgens daar verder mee rondgaan. Ook wordt er overgeleverd dat hij op een dag zat en zijn maag begon te knorren. En hij sprak toen zijn maag aan en zei, knor of knor niet, jij zult niet volkomen te zitten totdat de arme moslims hebben gegeten. En een ander voorbeeld is, er werd heel mooi en lekker eten naar hem toegebracht. En ze wilden daarvan gaan eten. En hij vroeg toen, heel kritisch, wat hebben de arme moslims te eten? En hij weigerde ervan te eten totdat hij wist dat alle andere moslims hetzelfde konden krijgen. En nog een ander voorbeeld, hij kwam een man tegen op de markt en die had net een stukje vlees gekocht. En hij vroeg deze man, waarom heb jij vlees gekocht? Hij zei, ik had er trek in, dus toen kocht ik vlees. Hij zei, koop jij al datgene waar jij trek in hebt? Oftewel verbaasd, hoe kun jij ervoor zorgen dat alles waar je maar trek in hebt, dat je dat haalt? En wat dan te denken van ons, die vandaag de dag alles wat we willen eten en wat we willen drinken en wat we willen aan vakanties, maar voor ons hebben. Wat zou Umar radiyallahu anhu van ons dan denken? Als we spreken over Umar radiyallahu anhu, dan moeten we denken aan verantwoordelijkheidsgevoel. En dit zag je ook terug tijdens zijn leiderschap, dat hij de gewoonte had om er in de nacht op uit te trekken. Niet om de mensen te bespieden en te kijken wat ze allemaal verkeerd deden, nee. Om te kijken wat de toestand was van de moslims.
En wellicht als er iemand arm was, dat die geholpen kon worden. Tot op een nacht hij in de verte een vuur zag branden. En toen hij in de buurt van dat vuur kwam, zag hij daar een vrouw met haar kinderen. En er zat een pan op het vuur en hij hoorde dat ratelen. En hij vroeg hun: wie zijn jullie en wat zijn jullie aan het doen? Waarop zij zei dat zij een vrouw was die op pad was met haar kinderen en nergens had om te verblijven. En zij had een aantal stenen in de pan gedaan met water, zodat door het geratel haar kinderen zouden komen te slapen. En Omar vroeg naar hun toestand en zij zei: ik zal mijn beklag doen bij Allah over Omar. Zij wist namelijk niet dat deze man de leider der gelovigen, Omar zelf was. En Omar zei verschrikt: maar wat heeft Omar verkeerd gedaan? Zij zei: als hij de verantwoordelijkheid neemt om leider te worden van de gelovigen, dan moet hij weten van onze toestand. En was het toen zo dat Omar radiyallahu anhu zich hoogmoedig opstelde of haar een straf gaf? Nee. Hij keerde terug samen met zijn bediende naar de plek waar alle graan werd opgeslagen. En hij nam graan en andere voedsel mee en ging terug naar de vrouw. En begon eigenhandig te koken voor deze vrouw. En hij blies in het vuur om dat verder aan te wakkeren. En het rook, zoals wordt overgeleverd, kwam letterlijk in zijn baard. Dit is de leider van de gelovigen. De koning, zou je kunnen zeggen. De leider die eigenhandig het vuur aansteekt en loopt te koken voor deze mensen. Vervolgens zei hij tegen de vrouw: kom morgen naar Omar toe. Zij wist nog steeds niet dat hij Omar was. En dan zullen jullie mij daar treffen en dan zullen we jullie zaak aan hem voorleggen. Omar radiyallahu anhu vertrok daarna met zijn bediende bij deze vrouw weg. Maar op een afstandje ging Omar liggen op de grond om vervolgens te kijken naar hun toestand. Totdat hij uiteindelijk zag dat de kinderen hadden gegeten en er blij waren en aan het lachen waren. Toen zei hij tegen zijn bediende: zoals ik heb gezien dat zij aan het huilen waren, zo wilde ik ook zien dat zij blij en aan het lachen waren. En de volgende dag kwam deze vrouw inderdaad aan bij Omar radiyallahu anhu. En ze zag tot haar schrik dat hij dat was, radiyallahu anhu. En zijn verantwoordelijkheidsgevoel ging zelfs zo ver dat hij bijna niet aan slapen toekwam. En Muawiyah die zei een keertje tegen hem: ja, Amir al-Mu'minin, ga dan gewoon slapen. Als het ware, neem die rust. Waarop hij zei: als ik overdag ga slapen, dan verwaarloos ik de toestand van de moslims. En als ik in de nacht ga slapen, dan verwaarloos ik de band die ik heb met mijn heer, namelijk middels het nachtgebed wat hij verrichtte. Omar radiyallahu anhu stond ook bekend om een hele belangrijke eigenschap. Namelijk voor jezelf rekenschap afleggen. Namelijk dat je bij jezelf verantwoording aflegt voor datgene wat je doet. En dat gaf hij ook als advies aan de moslims en zei: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Oftewel vrij vertaald: leg bij jezelf rekenschap af voordat jij op de dag des oordeels rekenschap moet afleggen. Oftewel, voordat jij straks bij Allah subhanahu wa ta'ala over alles wordt gevraagd wat jij hebt gedaan, moet jij voor jezelf stilstaan, dagelijks, wekelijks, van wat ben ik nou aan het doen? Ben ik op het paradijs aan het afstevenen of op de hel aan het afstevenen? En dit zagen we heel erg bij hem terug. En zo gebeurde het dat op een dag degene die de beheerder was van het bezit van de moslims en de opslag daarvan, dat allemaal aan het schoonmaken was. En heel de ruimte was schoongemaakt. En hij trof daarin nog één muntstuk aan. Hij dacht: dit muntstuk, ja, dat is niet veel waard. En hij gaf het aan de zoon van Omar. Toen Omar dit muntstuk bij zijn zoon zag, werd hij ontzettend boos op degene die hem dit had gegeven. Hij zei: wil jij dat ik op de dag des oordeels tegenover de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kom te staan vanwege dit muntstuk? Hij was dus al zo ver dat hij bezig was met het feit dat hij op de dag des oordeels over iedere zaak zou worden gevraagd. En in een andere overlevering vertelt hij en zegt hij dat als er een kameel ergens in het wijde islamitische rijk zou struikelen, dat hij dan bang was dat hij daarover gevraagd zou worden. Hij had dus een immense rekenschap constant met zichzelf over iedere en kleine en grote zaak. Dit was in het kort het leven van Omar radiyallahu anhu. Een combinatie van kracht, leiderschap, maar aan de andere kant nederigheid en zorgzaamheid tot in ieder detail.